Some of you know my testimony. I've been here before. Sommigen van jullie kennen mijn getuigenis al. Ik ben hier wel vaker geweest. I quickly want to give you the background here. Maar ik wil u toch even in het kort mijn achtergrond hier geven. The Lord called me into a ministry of prayer. De Heer heeft mij voor de gebedsdienst geroepen. In October of 1977. In oktober 1977. And he showed me a revival coming. Hij liet mij zien dat er een opwekking aankomt. And that it would start in the Nordic countries. En dat het in de noordelijke landen zou beginnen. And that it would go down over Europe. En dat het over heel Europa zou uitgaan. And he also showed me the northern British Isles. Hij liet mij ook de Noord-Britse eilanden zien. That it would happen there as well. Dat het daar ook zou plaatsvinden. And then spread into Europe. En dat het van daaruit in Europa zich zou verspreiden. Now in January of 2018. Nou in januari 2018. The Lord quickened this call again in me. Heeft de Heer deze roeping opnieuw in mij aangewakkerd. And I started a prayer movement in Sweden. En toen ben ik in Zweden een gebedsbeweging begonnen. And I called it Sweden 714. En ik noemde het Zweden 714. Based on the word in 2 Chronicles 714. Gebaseerd op het woord in 2 Kronieken 7 vers 14. If my people, which are called by my name, als mijn volk die geroepen is naar mijn naam, will humble themselves, zich zal vernederen, and pray, en bidden, and seek my face, en mijn gezicht zal zoeken, and turn from their wicked ways, en van hun kwade wegen zich zal bekeren, I will hear from heaven, dan zal ik vanuit de hemel horen, and forgive their sin, en hun zonden vergeven. And heal their land. En hun land helen. So we prayed that year 2018. En in dat jaar 2018 baden wij. Because it was also a very important year of election in Sweden. Want het was in Zweden ook een belangrijk verkiezingsjaar. And but I live now with my family in Israel. Op dit moment leef ik met mijn familie in Israël. We have been there for now 27 years. Wij zijn daar nu al 27 jaar. So I thought that after the elections in the fall of 2018. Dus ik dacht dat na de verkiezingen in de herfst van 2018. I would go back to my focus on Israel only. Dat ik me weer alleen op Israël zou concentreren. But the Lord had other plans. Maar de Heer had andere plannen. So we continued to pray. Dus wij gingen door met het gebed. And we realized that if God is going to be able to do something in our nation. En we beseften als God in staat zou moeten zijn om iets in ons land te doen. It must begin in the church. Dan moet het beginnen in de kerk. So we began to pray then for a revival coming to the church. Dus toen begonnen wij te bidden voor een opwekking die in de kerk zou plaatsvinden. And after 1 year, en na 1 jaar, this began to spread to the other Nordic countries. Begon zich dit ook naar de andere noordelijke landen te verspreiden. So we changed the name from Sweden 714. Dus zodoende hebben wij de naam gewijzigd van Zweden 714 to Nordic 714. Naar Nordic 714. And I want to share what has happened now. En ik wil met jullie delen wat er op dit moment gebeurt. This year. Dit jaar. I came to a prayer conference in Sweden in Uppsala. In Uppsala was een gebedsbijeenkomst in Zweden. Daar ging ik naartoe. In the beginning of June. Begin juni. And it was a very powerful prayer conference. Het was een hele krachtige gebedsbijeenkomst. For many prayer movements in Sweden joined together. En heel veel gebedsgroeperingen vanuit Zweden kwamen daar samen. And then from that prayer conference, I continued to Norway to the city of Bergen in Norway. En vanuit die gebedsbijeenkomst ben ik doorgereisd naar Noorwegen, naar een stad Bergen. Which is on the very west coast of Norway. Die is aan de westkust van Noorwegen. Anybody knows where that Kent city is? Kent iemand dat toevallig, die plek?
So I was speaking in a national conference there. Dus in een nationale bijeenkomst mocht ik daar het woord hebben. But then I had also been asked to speak in a local church, in a local congregation there in Bergen. Maar was mij ook geplaatst om gevraagd om daar in een plaatselijke gemeente te spreken in die stad. And when I sought the Lord about what he wanted me to share. En toen ik de Heer vroeg wat hij wilde dat ik daar zou delen. He awakened a message in me. Heeft hij een boodschap in mij wakker gemaakt? That I have not spoken for 20 years. Waar ik al 20 jaar niet over gesproken had. From the book of Ruth. Namelijk uit het boek Rut. And how that is tied into Romans 11. Hoe dat is verbonden aan Romeinen 11. And our role as Gentile believers in the salvation of Israel. En onze rol als heidengelovigen in de redding van Israël. And I was very excited. En ik was daar heel opgewonden over. When I received that message. Toen ik die boodschap ontving. Because I realized there was something God was going to initiate. Want ik realiseerde me dat God op het punt stond om iets te gaan beginnen. That was larger than just that congregation. Die dat veel groter was dan uitsluitend die conferentie daar. So I told the people when I started to speak. Dus voordat ik begon te spreken, vertelde ik de mensen. Now you have to bear with me. Dan moeten jullie even geduldig zijn met mij. Because I have a lot to say. Want ik heb heel veel op mijn hart om te zeggen. So I ended up speaking for 2 hours. Ik heb totaal 2 uur aan één stuk gesproken. And it was I was so excited about the message. En ik was daar zo enthousiast over. And I'm going to come back to that in a moment. En daar ga ik zo meteen ook nog over hebben. But then from Bergen we took a flight to Shetland Islands. Van Bergen hebben wij een vlucht genomen naar de Shetland-eilanden. I was invited to speak in a prayer conference there. Ik was namelijk ook uitgenodigd om daar in een gebedsbijeenkomst te spreken. And I had never been to Shetland Islands. Ik was daar before. Nog nooit eerder geweest. But remember when the Lord called me in 1977. Maar ik herinner mij dat toen de Heer mij riep in 1977. I had also felt that something is going to happen in the Nordic or northern part of the British Isles. Toen had ik ook die indruk gekregen dat er ook iets zou gaan gebeuren in het noordelijk gedeelte van de Britse eilanden. So it was a very exciting prayer conference. Dus het was ook een hele geanimeerde bijeenkomst, gebedsbijeenkomst. And when I came there, en toen ik daar aankwam, I heard that my spiritual mentor and father. Toen hoorde ik dat mijn geestelijke mentor en vader. His name, he's with the Lord now, but his name was Shel Sherbay. Shel Sherbay was zijn naam en hij is nu bij de Heer. Anybody heard his name heeft here? Heeft iemand ooit van hem gehoord hier? Oh, Pastor Jack has. Okay. But he had prophesied. Maar hij had geprofeteerd. That the gate to Europe from the Nordic countries. Dat de deur naar Europa vanuit de noordelijke eilanden will go through Shetland Islands. Via Shetland eilanden zou gaan. And that was exciting. Nou, en dat was een heel opwindend bericht. And of course in that prayer conference. En natuurlijk in die gebedsbijeenkomst. They told me that since the 1960s. Vertelden ze mij dat sinds 1960. They have prayed for a revival that God has spoken to them about. Dat ze aan het bidden waren voor de opwekking waar God hen al over gesproken had. That will come from the north through the Shetland Islands. Die zou komen vanuit het noorden door de Shetland-eilanden heen. And then into Europe. En dan verder in Europa. So that was very encouraging. Dus dat was ook heel bemoedigend. And then I continued from there to Cornwall. Toen ben ik van daaruit doorgereisd naar Cornwall. You see, Shetland Islands is in the very northeastern part of Great Britain. Want hier de Shetland-eilanden is in het uiterste noordoostelijke gedeelte van Groot-Brittannië. And Cornwall is the very southwest. En Cornwall is in het hele uiterste zuidwesten daarvan. Very southwest corner. Verder kan niet. In fact, when I was on Shetland Islands. In feite, toen ik op de Shetland-eilanden was. I visited the very most northern island. Heb ik ook het meest noordelijke eiland bezocht. And it's the island is called Unst. En Unst heet dat eiland. And there are some people with a vision to start a house of prayer on that island. En op dat eiland zijn een aantal mensen met het visie om een gebedshuis te starten. So they took me and my wife and our granddaughter around. Dus ze hebben ons een tour gegeven, mijn vrouw, mijn kleindochter en ik.
And we actually saw the ruins of an old Swedish church. En we zagen daar in feite zelfs de ruïne van een oude Zweedse kerk. The first church that the Swedes built outside of Sweden was right there. De eerste kerk die de Zweden ooit buiten Zweden hebben gebouwd, die was daar. And also we saw the remains of the Vikings coming from the north to Shetland Islands. En we zagen ook de overblijfselen van de Vikingen die vanuit het noorden naar de Shetland-eilanden waren gekomen. And during World War II, en tijdens de Tweede Wereldoorlog, Shetland Islands was very key and very strategic in reaching into Norway. Waren de Shetland-eilanden hele strategische punten om van daaruit in Noorwegen te komen. With supplies to the underground movement in Norway. Om de ondergrondse beweging te bevoorraden daar. So it was a special route of boats. Dus je kunt wel zeggen dat het was een hele bijzondere route voor de boten. Called the Norwegian bus. En ze noemden het de Noorse bus, de Noorse bus. That went with supplies. Die dan met bevoorrading ging. So you can see the connection here. Dus zien jullie hier die verbinding die al lag? Ja. And anyway, so they had been praying for years for this revival. Dus in ieder geval, zij waren al jaren aan het bidden voor deze opwekking. And after we'd been to Cornwall. En nadat we in Cornwall geweest waren. I came to a city called The Hague. Kwam ik naar een stad genaamd Den Haag. Anybody been there? No. Kent iemand dat toevallig? And a conference called The Trial. En naar een conferentie genaamd The Trial. And of course, I met with several people from Europe. En natuurlijk ontmoet ik daar diverse mensen uit Europa en andere landen. And when I came back to Israel, en toen ik terugkwam in Israël, the Holy Spirit spoke to me, sprak de Heilige Geest tot mij, en hij zei, now your prayer movement has landed in Europe. Nu is jouw gebedsbeweging in Europa geland. And of course, during the trial, en uiteraard tijdens de trial, We began to pray for revival coming to Europe. Zijn wij begonnen met te bidden voor opwekking dat het naar Europa zou komen. Remember this? Weten jullie dat nog? Yes. The very final meeting. Dat was de allerlaatste bijeenkomst. Oh, let's see if I can remember the name of the pastor now. Satish Kumar from India. Satish Kumar uit India. He prayed that the revival would begin to spread from here. Hij bad dat de opwekking van hieruit zou beginnen. And I believe we should pray for that. En ik geloof dat we daarvoor moeten bidden. And the first time I came here to The Hague. De eerste keer dat ik naar Den Haag kwam. The Lord woke me up. Maakte de Heer mij wakker. It was one of the rooms I was staying in. Ik was daar logeerde in een van die kamers hierachter. I think I had come late. Ik geloof dat ik laat gearriveerd was. And I slept in the morning. En ik sliep nog door in de ochtend. It was the first time I've ever met Pastor Jack. Het was ook de eerste keer dat ik Pastor Jack ontmoette. And these words came to me from the book of Revelation. En toen waren deze woorden tot mij gekomen vanuit het boek Openbaring. Chapter 12. Hoofdstuk 12. And I will read the whole verse here, verse 17. That's the last verse. De laatste vers, de hele vers, die ga ik hier lezen, vers 17. But those were not the words, all of the verse that God spoke to me. Maar dat was niet alles hoor, wat de Heer tot mij gesproken had. But we will read it here. Maar nu dit. Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Yeshua. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. And he stood on the sand of the sea. En hij stond op het zand van de zee. Those were the words that came to me when I woke up that morning. Dat waren de woorden die in me opkwamen toen ik die ochtend wakker werd hier. He stood on the sand of the sea. Hij stond op het zand bij de zee. So the first thing I asked Pastor Jack. Dus het eerste wat ik aan Pastor Jack vroeg. I said, is The Hague close to the sea? Ik vroeg aan hem, ligt Den Haag vlak bij de zee?
It was dark when I came here. Het was donker toen ik aangekomen was. Ik wist het niet. He said, of course, I walk on the beach every morning. Elke ochtend maak ik een wandeling langs de zee. And then, what does it say in the first verse in chapter 13? En wat staat er in het eerste vers in hoofdstuk 13? Let's read the last sentence here in chapter 12 first. Laten we nogmaals die laatste zin in hoofdstuk 12 lezen. Once again. And he stood on the sand of the sea. En hij stond op het zand bij de zee. And I saw a beast rising out of the sea. En ik zag uit de zee een beest opkomen. With 10 horns and 7 heads. Dat 7 koppen en 10 horens had. And of course you know what this is describing. En natuurlijk weten jullie wat dit beschrijft. It's the beast. Dat is het beest. The Antichrist. Antichrist. And I believe that you are placed in a place. En ik geloof dat jullie geplaatst zijn op een plek. That is very strategic for the end times. Die zeer strategisch is voor de eindtijd. And part of this final beast system. En een onderdeel van dit eindtijd beest systeem. Has to do with this city. Heeft te maken met deze stad. And I believe we saw some of that this summer. En daar hebben we al iets van gezien deze zomer. Both the International Court of Justice. Zowel het internationaal gerechtshof. And the International Criminal Court. En het internationaal strafrecht. Strafhof. Yes, has turned against Israel. Hebben zich tegen Israël gekeerd. To make war with Israel. Om oorlog met Israël te voeren. But there is something else that is happening. Maar gebeurt nog iets? You know, it says in this verse in chapter 12, he stood. Want er staat ook in dit vers. On the sand of the sea. In hoofdstuk 12, hij stond op het zand bij de zee. Is that the same in your Bible? En nou, hoe staat het ook bij jullie zo? Bij ons zegt I stood. Right. Okay. So there are two different ways manuscripts here. Ja, er zijn twee verschillende manieren waarop het geschreven is. Bij de ene staat woord ik en bij de andere staat hij. And in some translations it says he. In sommige vertalingen staat er hij. And in some translations it says I. En in sommige vertalingen staat ik. It doesn't matter. Maakt niet uit. If it's I, it is the Apostle John. Als er staat ik, dan gaat het over de apostel Johannes. And if it's he, it's the Messiah. En als er staat hij, dan gaat het over de Messias. And the apostle John is of course representing the Messiah. En natuurlijk de apostel Johannes die vertegenwoordigt de Messias. So you are positioned here, dus on the sand of the sea. Zijn hier geplaatst op het zand bij de zee. And Jack is walking every morning. En daar wandelt Jack right elke ochtend. Receiving instructions. En daar ontvangt hij zijn instructies from the Lord. Van de Heer. For this end time battle. Voor deze eindtijdstrijd. And then out of this I saw a beast rising out of the sea. En ik zag uit de zee een beest opkomen. But going back to the final sentence in chapter 12. Maar even terugkomend op de laatste regel in hoofdstuk 12. The important thing is that you are here. Het belangrijke waar het om gaat is dat jullie hier zijn. Because he is here. Want hij is hier. The King of Kings. De koning over alle Lord koningen. Of Lords. En de Heer over alle heren. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. And he has the name that is above every other name. En hij draagt de naam die boven elke andere naam is. He is the King of Kings. Hij is de king, de koning boven alle koningen. And the Lord of Lords. En de Heer boven alle heren. That's how the book of Revelation begins. En zo begint de Openbaring. If we go to chapter 1. Als we naar hoofdstuk 1 gaan. It says in verse 4. Er staat in vers 4. John to the seven churches that are in Asia. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. And from the seven spirits who are before his throne. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. And from Yeshua the Messiah. En van Jezus Christus. The faithful witness. Die de getrouwe getuige is. The firstborn of the dead. De eerstgeborene uit de doden. And the ruler
of the kings on earth. En de vorst van de koningen der aarde. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The ruler of the kings of the earth. De vorst van de koningen der aarde. And in chapter 17. En in hoofdstuk 17. It talks about the. we can read from verse 10. Daar kunnen we lezen vanaf vers 10. Or from verse 9 actually. Yeah. Eigenlijk wel vanaf 9. This calls for a mind with wisdom. The seven heads are seven mountains on which the woman is seated. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. There are also seven kings, five of whom have fallen. One is and the other has not yet come. And when he does come, he must remain only a little while. Ook zijn het zeven koningen. Vijf zijn er gevallen. Eén is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. As for the beast that was and is not. En het beest dat was en niet is. It is an eighth, but it belongs to the seven and it goes to destruction. Is zelf de achtste en hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. You see, it's describing the same beast as in chapter 13. Zien jullie dat het een beschrijvenis is van hetzelfde beest als in hoofdstuk 13? And the ten horns that you saw are ten kings who have not yet received royal power. En de tien horens die u gezien hebt zijn tien koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen. But they are to receive authority as kings for 1 hour together with the beast. Maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. These are of one mind and they hand over their power and authority to the beast. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Are you a little scared now? Worden jullie al een beetje bang? It's war. Er is oorlog aan de gang. But then it comes in verse 14. Maar dan komt vers 14. They will make war on the lamb, and the lamb will conquer them. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen. For he is Lord of lords and King of kings. Want hij is Heere der Heren en hij is Koning der Koningen. And those with him are called chosen and faithful. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Hallelujah. So we are going to be victorious. Wij zullen overwinnend zijn. Amen. Amen. Because we are going to be with him and in this battle to defeat the enemy. Wij zullen met hem zijn in deze strijd om de vijand te verslaan. Now, one of the friends that the Lord has connected me with. Nou, een van de vrienden waar de Heer mij mee in verbinding heeft gebracht. Is a man of God from Norway. Dat is een man van God uit Noorwegen. His name is Gunnar Brudeli. Gunnar Brudeli is zijn naam. And he had a vision in 2006. En in 2006 had hij een visioen ontvangen. He was standing on a map of Europe. Hij stond op de landkaart van Europa. And he began to see four streams. Come from the Nordic countries. Vanuit de noordelijke landen had hij vier stromen zien komen. And they were in the color of blood red. En ze hadden alle de kleur bloedrood. And they began to stream down over Europe. En ze begonnen over Europa uit te vloeien. And in Europe they began to spread. En van daaruit begonnen ze zich te verspreiden. Until all of Europe was in the color of this blood red color. Totdat heel Europa deze bloedrode kleur had. And one of the streams went through Spain, the most western stream. En een van de stromen ging door Spanje, het meest westelijke stroom. And it crossed over the Gibraltar to North Africa. En het ging over van Gibraltar naar Noord-Afrika. And then it went all along the Mediterranean. En toen ging het door langs de Mediterraanse kust. And to Israel. En van daaruit naar Israël. And Jerusalem. En Jeruzalem. And the Lord spoke to him, this is a picture of the revival that is going to come from the north. En de Heer sprak tot hem, dit is een beeld van de opwekking die zal komen vanuit het noorden. A movement back to Jerusalem. Een beweging terug naar Jeruzalem. To re-evangelize Europe. Om opnieuw Europa te beëvangeliseren.
And the reason for the blood red color. En de reden van die bloedrode kleur. The Lord said to him. Zei de Heer dat het was. Because it's going to cost the blood of many martyrs. Omdat het bloed zal kosten van vele martelaren. To re-evangelize Europe. Om opnieuw het evangelie te brengen aan Europa. And of course we have that in the book of Revelation. En natuurlijk staat dat ook in het boek Openbaring. So this is the movement that we are praying for. Dus dit is de beweging waarvoor wij bidden. And it has now landed in The Hague in Europe. En het is nu geland in Den Haag, Europa. And I'm excited to be here. Daar ben ik opgewonden over. But more than this, maar meer dan dit, I believe the Lord has showed me, geloof ik dat de Heer mij heeft laten zien, that this movement from the north through Europe, deze beweging vanuit het noorden door Europa heen, back to Jerusalem, terug naar Jeruzalem, it is going to land, dat het zal landen, in Gaza, in Gaza, before it comes to Jerusalem, voordat het in Jeruzalem komt. It's very key. Gaza is a very strategic place. En dat is heel cruciaal. Dat is een hele strategische plek. And the reason is this. En dit is de reden. In 1982. In 1982. The Muslim Brotherhood. Toen heeft de moslimbroederschap. Laid up a plan. Een plan uitgerold. To conquer the whole world for Islam. Om de hele wereld te winnen voor de islam. To establish the worldwide caliphate. Om het wereldwijde kalifaat te vestigen. And this plan they drew up. En het plan dat ze gemaakt hadden. It was called the project. Dat werd genoemd het project. And I think it was in 12 points. I'm not sure. Uit 12 punten bestond, maar ik ben er niet zeker over. And in 2001. En in 2001. The CIA found this document. Vond de CIA deze documenten. In a villa in Switzerland. In een villa in Zwitserland. And in this document. En in dit document. The Muslim Brotherhood had laid out this plan I just mentioned. Waarin dus de moslimbroederschap dit plan had uiteengezet. And listen to this. Luister hiernaar. The key to conquer the world for Islam. De sleutel van het winnen van de wereld voor de islam. Was through conflict with Israel from Gaza. Was door het bewerkstelligen van conflict tussen Israël en Gaza. What you have seen over the last year, since October 7. Het afgelopen jaar, sinds oktober 7, hebben kunnen zien. Has been very carefully planned for over 40 years. Is een scenario wat zeer zorgvuldig is gepland gedurende de afgelopen 40 jaar. That you see demonstrations on the streets. Everywhere around the world today. De demonstraties today. Die je ziet overal op de over de wereld, op de straten. Attacking Israel. Het aanvallen van Israël. Shouting from the river to the sea, Palestine shall be free. Van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn. This is not happened just out of the blue. Dit komt niet zomaar uit het niets vallen. It has been carefully and strategically planned for over 40 years. Het is zeer zorgvuldig en strategisch gepland over de afgelopen 40 jaar. In 1982 Hamas did not even exist. In 1982 bestond Hamas niet eens. But that was founded by the Muslim Brotherhood. Maar dat is toen gesticht door de moslimbroederschap. I believe 5 years later. Ik geloof 5 jaar daarna. To stir up conflict with Israel. Om conflicten met Israël op te stoken. In an uncompromising way. In een oncomprimerende manier. Israel must not exist anymore. Men wil dat Israël niet meer bestaat. And through this conflict, en door dit conflict, the plan is to unite first the whole all of the Muslim world. Is als eerste het plan om de hele moslimwereld te verenigen. In this hatred and attack against Israel. In deze gezamenlijke haat en aanval naar Israël toe. And through that mobilized the whole world against Israel. En van daaruit de hele wereld verder te mobiliseren tegen Israël op. And then when Israel is defeated. En dan als Israël verslagen is. The West is next. Dan is het Westen aan de beurt. So this is the plan. Dus dit is hun plan.
So, but God has another plan. Maar God heeft een ander plan. Hallelujah. Hallelujah. And he's going to do something in Gaza. Hij gaat iets doen in Gaza. And it is described in Zechariah chapter 9. In Zechariah 2. No, 9, 9. Not 2, sorry. You know, this chapter. Weet je dit hoofdstuk? I have written about it in my book, The Truth About Palestine. Ik heb daarover geschreven in mijn boek, De Waarheid Over Palestina. Anybody here who has read that book? Palestijnen, heeft iemand hier dat al gelezen? Nobody. Niemand. It is being translated into Dutch right now. Het wordt op dit moment vertaald naar het Nederlands. Hopelijk komt het eraan. But this chapter. Maar dit hoofdstuk. According to old rabbinic commentaries. Volgens oude rabbijnse commentaren. From 2000 years ago. Van 2000 jaar terug. And from 1000 years ago. En zelfs van 1000 jaar terug. And many other commentaries. En nog heel wat andere commentaren. This chapter is dealing with the time just preceding the coming of Messiah. Dit hoofdstuk gaat over de tijd die voorafgaat vlak voor de komst van de Messias. And it is describing what is happening right now. En het beschrijft wat er op dit moment precies aan het gebeuren is. All the conflicts. Alle conflicten. Are mentioned here, zijn hierin vermeld. Except from Iraq. Behalve die van Irak. But you have Syria. Maar je hebt Syrië. You have Lebanon. Je hebt Libanon. You have Gaza. De Gaza. You have Yemen. Jemen. You have Judea and Samaria. Judea en Samaria. All of it is described. Alles here. Wordt hierin beschreven. And what God is going to do. En wat God eraan zal doen. And God is going to give victory to his people. En God zal de overwinning aan zijn volk geven. You have to pray that the book will come soon so you can read this. Laten we bidden dat het boek snel komt. Dan kunnen jullie het allemaal lezen. Because it's very exciting. Want het is een heel spannend boek. And I don't have time to deal with all of that now. Ik kan het nu niet allemaal behandelen. But we can see here in. In verse 5. In vers 5. The king shall perish from Gaza. Dat de koning zal verdwijnen uit Gaza. And I believe this has to do with Hamas. En ik geloof dat dit te maken heeft met Hamas. And specifically with Yahya Sinwar. En speciaal met Sinwar. And the leadership of Hamas. Het leiderschap van Hamas. We have prayed for this. Daar hebben wij voor gebeden. Since October 7. Sinds 7 oktober. That this this king that has ruled Gaza with such terror. Dat deze koning die met zoveel terreur de Gaza heeft beheerst. Is going to perish. Dat die zal verwijderd worden. And it's in verse 7. Er staat in vers 7. You know, at the end of verse 6 it says, I will cut off the pride of Philistia. Eind van vers 6 staat, ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. I will take away its blood from its mouth and its abominations from between its teeth. Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. This is describing the cruel terror that was manifest on October 7. Dit laat de meedogenloze terreur zien die op 7 oktober is geweest. Represented by Hamas. Vertegenwoordigd door Hamas. This bloodthirsty demonic terror. Het is een bloeddorstige demonische terreur. God is going to remove it from God Gaza. God zal dat verwijderen vanuit Gaza. Hallelujah. Hallelujah. And then it says, it too shall become or be a remnant for our God. En dan staat er dat het ook een overblijfsel zal zijn voor onze God. Are you awake this morning? Hallo, zijn jullie wakker vanmorgen? God is going to do something in Gaza. God gaat iets doen in Gaza. They are going to turn to God. En ze zullen zich tot God wenden. They are going to begin to serve God. Ze gaan God dienen. Hallelujah. Hallelujah. It says it shall be like a clan in Judah. Er staat het zal zijn als een stam in Juda. And Ekron shall be like the Jebusites. En Ekron zal zijn als de Jebusiet. It's so exciting to read the ancient rabbinic commentaries to this. Het is ook zo opwindend om de oude rabbijnse commentaren op dit stuk te kunnen lezen. Not from, you know,
just this year. Niet alleen van afgelopen jaar. But from 1,000 years ago. Maar zelfs van 1,000 jaar terug. From Rashi and all the big commentators. Van Rashi en al die grote commentatoren. There's going to be a people in Gaza. Jongens, er zal een volk zijn in Gaza. That is going to be the foremost in service to God. Die helemaal vooraan zullen staan, de meest enthousiast in het dienen van God. Halleluja. Halleluja. And they are going to be like the Jebusites. En zij zullen zijn als de Jebusiet. What does that mean? En wat betekent dat? You remember when David was to build the altar on the place of Ornan the Jebusite? Weten jullie nog toen David het altaar zou bouwen op de plaats van Ornan de Jebusiet? You remember what he said? Weet jullie nog wat hij toen zei? Welcome. Welkom. Take it, take my oxen, take everything. Neem mijn stier, gebruik alles wat je nodig hebt. That's how friendly he was. Zo vriendelijk was hij naar David toe. To what David wanted to do. Om hem te helpen bij wat hij wilde doen. There's going to be a people in Gaza that will be friendly towards Israel. Er zal een volk zijn in Gaza dat vriendelijk zal zijn naar Israël toe. Hallelujah. Halleluja. And Rashi said that Gaza will be full of study halls for the Torah. En Rashi zegt dat Gaza vol zal zijn met studieplekken voor de Torah. And one of the rabbis also said that there's going to the amphitheaters and the circuses will become study places of the Word of God. En Rashi zegt dat de amfitheaters en die zullen allemaal studieplekken worden voor God. This is not some fanatic that has, you know, said this over the past year. Dit is niet een of andere fanaticus die dit afgelopen jaar heeft gezegd. It's all rabbinic sources that see this in the Hebrew text. Het zijn de oude rabbijnse bronnen die dit lezen in de tekst. And the next verse is very interesting. En de volgende onderdeel is ook interessant. Then I will encamp at my house as a guard, so that none shall march to and fro. No oppressor shall again march over them, for now I see with my own eyes. Ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. Let me give you a brief summary. Ik ga jullie even een korte samenvatting geven. No more October 7th. Geen herhaling van oktober 7. It was called the Al-Aqsa Flood. Het werd de Al-Aqsa Vlag genoemd. Because it was aiming towards God's house. Omdat het gericht was tegen Gods huis. But they are not going to go in and out like they did on October 7. Ze zullen niet meer in en uit gaan zoals zij deden op 7 oktober. Oh, I remember when I woke up that morning, October 7. Ik herinner mij dat nog zo goed toen ik and die morgen wakker was geworden. We heard the news that the terrorists have come into Israel. Toen wij het nieuws hoorden dat vanuit Gaza de terroristen Israël binnen waren gekomen. I started to cry to God, seal the border, seal the border. En ik begon tot God te roepen, verzegel de grenzen, verzegel de grenzen. But it took several days. Maar het had toch nog een aantal dagen nodig. Hamas was just going in and out Hamas as they wanted. Ging gerust naar binnen en naar buiten. No more. Maar dat zal niet meer gebeuren. And he speaks about Lebanon here too. En hier wordt ook geschreven over Libanon. So Lebanon is going I like to read all the rabbinic sources about this or commentaries. Ik vind het heel fijn om de oude rabbijnse commentaren hierover na te lezen. Where it talks about in the beginning of the chapter. Waarover in het begin van het hoofdstuk wordt gesproken. At the end of verse 4. Aan het einde van vers 4. Let's read verse 4, the whole verse. Vers 4. But behold, the Lord will strip her of her possessions and strike down her power on the sea, and she shall be devoured by fire. Zie, de Heere zal het in bezit nemen. Hij zal zijn vesting in de zee verslaan. Zelf zal het door het vuur verteerd worden. It's happening right as we speak. Dit gebeurt op het moment dat ik het nu uitspreek. Wow. Hallelujah. So I believe that we are going to have a part in this. Dus ik geloof dat wij hier een aandeel in zullen hebben. What God is going to do in Gaza. Wij gaan hebben een deel in de actie van wat God in Gaza gaat doen. And we, me and our son John. Ik en onze zoon John.
have become good friends with an Orthodox Jewish man. Wij zijn goed bevriend geraakt met een orthodoxe Joodse man. Who has written an article? Die een artikel heeft geschreven. It was published in Washington Post. En het is in de Washington Post gepubliceerd. And in other big places, media. En in andere grote media. The title of the article. De titel van het artikel. Jesus is the only solution for Gaza. Jezus is de enige oplossing voor Gaza. An Orthodox Jew. Een orthodoxe Jood. And he has told us. En hij heeft ons verteld. The only solution for Gaza. De enige oplossing voor Gaza. Is for Christians to come in. Dat christenen hier binnenkomen. And to preach the gospel. En het evangelie gaan verkondigen. And to change the hearts of the Palestinians there. En om de harten van de Palestijnen daar te veranderen. Because everyone that becomes a Christian. Want in ieder daar die christen wordt. Like you are. Zoals jullie ook zijn. Loving Israel. Houden van Israël. Will be one terrorist less. Zal één terrorist minder zijn. And that is the only solution for Gaza. En dat is de enige oplossing voor Gaza. And he has a vision. En hij heeft een visie. That he to mobilize. Om te mobiliseren. That there will be Christians will come in and rebuild Gaza. Christenen en dat zij zullen binnenkomen daar en Gaza weer zullen heropbouwen. Christian missionary organizations. Christelijke zendingsorganisaties. We begin to rebuild the education system. Zullen daar het onderwijssysteem weer gaan herbouwen. He said we Jews can't do it. Hij zei wij Joden kunnen dat niet doen. We don't know how to do it. Wij weten niet eens hoe we dat moeten doen. But you Christians can do it. Maar jullie christenen kunnen dat wel doen. There has to be new Christian hospital system. We hebben een christelijke ziekenhuissysteem nodig. Christian entrepreneurs, businesses. Christelijke ondernemers hebben we daar nodig, zakenmensen. And big Christian companies to come in and rebuild Gaza. We hebben gewoon nodig dat grote christelijke organisaties hier binnenkomen en Gaza gaan herbouwen. It's exactly in line with Zechariah 9. Dat is exact in lijn met Zechariah 9. And I believe we are going to have a big part in it. En ik geloof dat wij daar een heel groot aandeel in zullen hebben. He said it has to be worldwide. Hij zei het moet wereldwijd zijn. It cannot just be from America. Het kan niet alleen uit Amerika komen. It must be from Asia. Het moet ook uit Azië zijn. It must be from Africa. Uit Afrika. It must be from Europe. Uit Europa. From South America. Uit Zuid-Amerika. From everywhere. Overal vandaan. And we have told him Iran will be the key. En wij hebben hem gezegd, Iran zal de sleutel zijn. I'm so excited to see you here from Iran. Zo opgewonden dat ik mensen uit Iran ook hier zie zitten. Because the former Muslims who have turned to Messiah in Iran. Want de voormalige moslims die zich hebben bekeerd tot de Messias in Iran. They love Israel. Zij zijn dol op Israël. And so they're going to have a very important part to dus play. Dus zij zijn een hele grote rol spelen in dit gebeuren. And the Lord just happened to connect me with someone who is called the Billy Graham of Iran. Do you know who and, he is? En de Heer heeft mij zowaar in contact gebracht met iemand die de Billy Graham van Dr. Iran Shiraz, wordt genoemd. Right? Dr. Yeah. Shiraz, klopt dat? Yes. So we're working with him in this also. Dus wij zijn ook met hem hierin aan het samenwerken. But former Muslim background believers. Maar mensen die met een moslim achtergrond, die nu gelovigen zijn, are going to be very key when die worden zeer belangrijk in dit hele gebeuren. Now, what has happened? When I spoke in Bergen, remember, I was going to come back to that. Weet je, ik zou nog even terugkomen op dat de tijd dat ik in Bergen sprak. And God gave me the message about Ruth and Romans 11. En dat God mij de boodschap doorgaf van Ruth en Romeinen 11. There is a young pastor in that city. Er is een jonge voorganger in die stad. I did not speak in his church when I was there. Ik heb in zijn kerk niet gesproken toen It's ik daar another was, pastor. Maar dat was bij een andere voorganger. And God spoke to him 2-3 years ago. I don't know exactly how long ago. 2-3 jaar geleden sprak God tot hem. Ik weet niet precies hoe lang geleden, maar hij deed dat. From the book of Ruth uit and Romans 11. En Romeinen 11. In a vision to take a ship. In een visioen om een schip te nemen. To Israel. Naar Israël toe. Called back to Jerusalem. Genaamd terug naar Jeruzalem.
To come with support, with reconciliation. Om met ondersteuning en verzoening te komen. And on the way it's going to be also evangelizing through Europe. En onderweg zullen ze ook in Europa gaan evangeliseren. And we have begun to pray with him. En wij zijn begonnen om met hem mee te bidden. And I want to see a big flotilla of ships from all over Europe. En wat ik wil is een hele grote vloot van schepen zien vanuit heel Europa. Like the Gaza flotilla, the ship to Gaza. Zoals de boot naar Gaza. But now coming with the message of the Messiah. Maar nu komend met de boodschap van de Messias. Hallelujah. I've told him you have to land in Gaza. Ik heb hem gezegd je moet landen in Gaza. With your big ship and we're going to pray for many others to join. Met je grote schip en wij gaan bidden dat vele anderen zich bij jou zullen voegen. Let's go to Isaiah chapter 62 and then I'm going to try to end my message. Laten we gaan naar Jesaja 62 en dan ga ik proberen mijn boodschap te beëindigen. Isaiah 62 of course is most of you know this chapter talks about Jerusalem. En Jesaja 62, zoals meeste van jullie wel weten, gaat voornamelijk over Jeruzalem. And it begins in verse 1, for Zion's sake I will not keep silent, for Jerusalem's sake I will not be quiet. En het begint in vers 1, met omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Until her righteousness goes forth as brightness and her salvation as a burning torch. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. And then in verse 6 and 7, on your walls, O Jerusalem, I have set watchmen. En dan in vers 6 en 7, op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. All the day and all the night, they shall never be silent. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. You who put the Lord in remembrance, take no rest. U die het volk aan Jehovah doet denken, gun u geen rust. And give him no rest. En geef hem geen rust. Until he establishes Jerusalem and makes it a praise in the earth. Totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. So God has said he will not keep silent until Jerusalem becomes a blessing. Dus God heeft gezegd dat hij niet zal zwijgen totdat Jeruzalem tot een zegen zal zijn. And then he says, and I also called watchmen. En hij zegt dat hij ook wachters heeft aangesteld. They shall not be silent. Ook zij zullen niet zwijgen. They shall cry out to me day and night. Zij zullen dag en nacht op mij uitroepen. Until I make Jerusalem the praise of the earth. Totdat ik Jeruzalem zal gemaakt hebben tot de lofprijs hier op aarde. And then we read from verse 10. En dan lezen we vanaf vers 10. Go through the gates. Ga door de poorten door. Prepare the way for the people. Bereid de weg voor het volk. Build up the highway. Verhoog de gebaande weg. Clear it of stones. Zuiver hem van stenen. Lift up a signal over the peoples. Steek een banier omhoog boven de volken. Do you see here, it's preparing a way. Zie je hier, het staat over het bereiden van de and weg. It has to do with Jerusalem. En het heeft te maken met Jeruzalem. And then in verse 11, en dan staat in vers 11. Behold, the Lord has proclaimed to the end of the earth. Zie, de Heer heeft het doen horen tot aan het einde der aarde. Say to the daughter of Zion. Zeg tegen de dochter van Sion. Behold, your salvation comes. Zie, uw heil komt. Behold, his reward is with him and his recompense before him. Zie, zijn loon heeft hij bij zich en zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Do you see here it's talking about the end of the earth and Jerusalem? Zie je dat het hier gaat over het einde van de aarde en Jeruzalem? So the north is one of the ends of the earth. Dus het noorden is een van de einden van de aarde. And from the ends of the earth there's going to be something of a movement back to Jerusalem with salvation. Dus vanuit het uiteinde van de aarde zal een bepaalde beweging zijn met heil voor Jeruzalem. A move of God. Een beweging vanuit God. That is going to come with a big harvest. Die zal komen met een grote oogst. It says, behold, his reward is with him. Hij zegt, zie, zijn loon heeft hij bij zich. That is the harvest of souls because of what Yeshua did on the cross. En dat is de oogst van de zielen vanwege wat Yeshua aan het kruis heeft volbracht. Verse 12, and they shall be called the holy people. En zij zullen hen noemen het heilige volk.
The redeemed of the Lord. De verlosten van de Here. Can you see this before your eyes? Kunnen jullie je dat voorstellen? Kan je het zien in je hoofd? This move of God from the end of the earth through Europe back to Jerusalem. Deze beweging van God vanuit het einde van de aarde hier langs terug naar Jeruzalem. Let's close our eyes right now. Laten we op dit moment onze ogen sluiten. And let's just pray. En laten we gewoon gaan bidden. I want you to see this move of God. Ik wil dat jullie ook deze beweging van God zien. God is speaking to the end of the earth. God spreekt het einde van de aarde aan. And he's telling the end of the earth. En hij vertelt hen. To say to Jerusalem. Om tot Jeruzalem te zeggen. See, your salvation comes. Zie, uw heil komt eraan. And his reward is with him. En zijn beloning is met hem. His recompense before him. Zijn beloning gaat voor hem uit. A move of God from the north. Een beweging van God vanuit het noorden. Through Europe. Door Europa. Now this you can look up again. Nou, je kan het zelf nog nakijken. This young pastor in Bergen in Norway. Deze jonge voorganger in Bergen in Noorwegen. He had a conference last weekend in his church. In afgelopen weekend had hij in zijn kerk een conferentie. Called the Heritage of Marie Monson. Het heette de nalatenschap van Marie Monson. I hope I didn't lose you now, but. Ik hoop niet dat ik jullie nu verloren heb. Who was Marie Monson? Maar wie was dat Marie Monson? Marie Monson was a Norwegian missionary from Bergen. Dat was een Noorse missionaris uit Bergen. That went to China. Die naar China is gegaan. And became an instrument. En daar een instrument is geworden. That God used in the mighty revival in China. Die God heeft gebruikt in een machtige opwekking in China. In the 1920s. In 1920. That gave birth to the Back Jerusalem movement from China. En daar was de geboorte van de terug naar Jeruzalem beweging. Now they're praying for a back to Jerusalem weer voor die movement from the north. Vanuit het noorden. Hallelujah. Hallelujah. Are you beginning to get excited? Jongens, beginnen jullie ook opgewonden te raken? Exactly. Jack, you cannot get out of this. Jack, je komt hier niet meer onderuit, Jack. You were with us. Jij was erbij. Up on the mountain. Daar boven op die berg. You buried the scripture in the ground. En jij hebt ook het schriftgedeelte in de grond begraven. We walked there all the way up and you helped me on the way down. Nou, omhoog gelopen en weer omlaag. We have done it. We hebben het samen gedaan. Huh? You have to explain what you're talking about. Oh, ik moet. We went to Svalbard in the north, which is the most northern inhabited place. We zijn naar Spitsbergen gegaan. Ja. Okay, met de meest noordelijke mensen die daar wonen. And we proclaimed this scripture. En we hebben een proclamatie uitgebracht van dit schriftgedeelte. Behold, the Lord says, has proclaimed to the end of the earth. Zie, de Heer heeft verkondigd aan het einde van de aarde. Say to the daughter of Zion, behold, your salvation comes. Zeg tegen het noorden van Sion, zie, je verlossing komt eraan. We proclaim the back to Jerusalem movement from the north. En daar hebben wij de terug naar Jeruzalem beweging al geproclameerd. And now we are going to join efforts. En nu gaan we onze energie inzetting samenspannen. Together with many intercessors. Verenigen samen met vele voorbidders. All over Europe. Over heel Europa verspreid. To pray for this. Om hiervoor te gaan bidden. This move of God. Deze beweging van God. From the end of the earth. Van de einde van de aarde. From the north. Van het noorden. Back to Jerusalem. Terug naar Jeruzalem. How many have heard about back to Jerusalem from China? Hoeveel hebben er al van gehoord terug naar Jeruzalem vanuit China? So you understand that we need to do the same. Dus jullie begrijpen wel dat wij hetzelfde moeten doen. They heard the call. Zij hebben de roep gehoord. Europe is possibly the spiritual darkest continent today. Vandaag de dag is Europa was vermoedelijk het donkerste continent op aarde. There needs to be a powerful move of God. En er moet een krachtige beweging van God komen. You know, I just have this, I should say, belief. Weet je, ik heb dit geloof. It's just my opinion. Mijn mening. That God. Dat God. Is not a loser. Geen verliezer is. Let
There are some people who say there will not be a revival in the end times. Er zijn een aantal mensen die zeggen er zal geen opwekking plaatsvinden in de eindtijd. But I say God is not a loser. Maar ik zeg God is geen verliezer. He's going to triumph. Hij zal triomferen. And I'm going to read to you a scripture about this revival. En ik ga jullie voorlezen een schriftgedeelte over deze opwekking. Go to, with me to the book of Revelation, chapter 7. Ga met mij naar het boek Openbaring, hoofdstuk 7. I have no idea how long I've been speaking. Ik heb geen idee hoe lang ik al aan het woord ben. So, and I hope you will forget too. En ik hoop jullie dat ook zullen vergeten. Let's go to verse 9. Laten we naar vers 9 gaan. After this I looked and behold a great multitude that no one could number. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Do you know that right now? Weet je dat op dit moment? As I speak. Terwijl ik spreek. There are way more people alive on this planet. Er zijn er veel meer mensen in leven op deze planeet. Than in all of human history combined since the day of Adam. Dan in heel de menselijke historie gecombineerd sinds de dag van Adam. Did you understand that? Begrijpen jullie dat? There are more people alive right now. Op dit moment zijn er meer mensen in leven. Than in all of history before us. Dan in heel de geschiedenis samen voor ons. Counted together. Samen opgeteld. So more people are living now. Dus er zijn nu meer mensen in leven dan alle mensen ooit geleefd hebben. Than everyone that has lived and died before us. Alle die ooit hebben geleefd en zijn gestorven voor ons samen opgeteld, nu zijn er nog meer mensen in leven dan the die bij elkaar. Harvest is the end of the age. En de oogst is de eind der tijden. And here it talks about a multitude that is too large to even number. En hier wordt gesproken over een menigte die te groot is om te tellen. From every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. You're a messianic congregation here. You know what palm branches stand for. Jullie messiaanse bewegingen, jullie weten wat palmtakken zijn. It's the Feast of Tabernacles. Het is het feest van de tabernakels, van de loofhutten. The Great Harvest Feast. Het grote oogstfeest. Prophesying about just this very thing. Hier wordt over geprofeteerd. Let's go down to verse 13. Laten we doorgaan naar vers 13. Then one of the elders addressed me, saying, "Who are these, clothed in white robes, and from where have they come?" En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: "Deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? Waar zijn zij vandaan gekomen?" I said to him, "Sir, you know." Ik zei tegen hem: "U weet het, mijn heer." And he said to me. En hij zei tegen mij: "These are the ones." Deze zijn het. Coming out of the great. Tribulation. Die uit de grote verdrukking komen. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Zij hebben hun gewaden gewassen. I don't know how you read your Bible. Wit gemaakt in bloed van het Lam. Ik weet niet hoe jullie je Bijbel lezen. But if I just read it the way it says here. Maar als ik het gewoon lees zoals het hier staat. Isn't this a mighty harvest in the end times? Is een machtige oogst in de eindtijd. Hallelujah. Hallelujah. This is what we are to pray for. En hier moeten we voor bidden. And it's going to come also in Europe. En het zal ook in Europa komen. But we have to give our lives to the Lord. Maar wij moeten onze levens aan de Heer geven. To see this come about. Om dit te zien te gebeuren. Give our lives to serve Him. Laten we ons levens geven om Hem te dienen. Give our lives to pray. Geef om te bidden. And to obey him. En om hem te gehoorzamen. Until our last breath. Tot onze laatste adem. Because it's not going to come easy. Want het zal niet gemakkelijk komen. It's not going to come by us folding our arms. Het zal niet komen doordat wij onze armen over elkaar houden. And say, I don't believe that. En ja, hoe lang zal het nog duren? No, we have to take hold of this promise. Nee, wij moeten deze belofte zelf aangrijpen. Hallelujah. So I believe the Lord is speaking to me. Ik geloof dat de Heer tot mij zegt.
That we are to raise up day and night prayer. Dat wij dag en nacht gebed tot hem moeten richten. Just like I read in Isaiah 62. Zoals ik ook in Jesaja 62 las. And as we sang in the beginning of this service. En als wij zoals wij zongen aan het begin van deze dienst. Day and night, night and day. Dag en nacht, nacht en dag. We're going to join together. We zullen samen dat doen. And we're going to pray 24/7. En we gaan 24 uur per dag, 7 dagen per week bidden. For this mighty harvest. Voor deze machtige oogst. Of every tribe, people and language. Uit elke stam en natie en taal. Hallelujah. 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 Oh, glory to God. Let's stand together. Hallelujah. Laten we samen staan. Let's lift our hands. Laat onze handen to the Lord. Tot de Heer. And say, have your way in me. En zeggen, Heer, doe wat u wil met mij. Have your way in my life. Doe wat u wil met mijn leven. I surrender to you again. Ik geef mijzelf opnieuw aan u. This morning. Deze ochtend. I give my life to you. Ik geef mijn leven aan u. I want to see your will come to pass. Ik wil dat uw wil gaat gebeuren. I want to see your will done. Ik wil uw wil zien gebeuren. Right here. Hier. In the very place. Op deze plek. Where there seemed to be a beast rising out of the sea. Waar het erop lijkt dat er een beest opstijgt uit de zee. May you do a mighty work of God. Dat jullie een machtig werk voor God mogen doen. And may you start with us. Vader, dat u mag beginnen met ons. May you start with me this morning. Dat u bij mij mag beginnen deze ochtend. We want to give ourselves to you again, Lord. We willen onszelf opnieuw aan u geven, Heer. To cry out to you. Om tot u uit te roepen. Day and night, night and day. Dag en nacht, nacht en dag. Let your will be done. Uw wil geschieden. Let your kingdom come. Laat uw koninkrijk komen. And your will be done. Uw wil geschieden. On earth as it is in heaven. Op aarde, zoals ook in de hemel. Let us see this move of the Spirit of God. Laat ons deze beweging van de Geest van God mogen zien. From the end of the earth. Van de einde van de aarde. Back to Jerusalem. Terug naar Jeruzalem. Coming also from the north. Ook komend uit het noorden. All the way from Svalbard. Helemaal uit Svalbard. And all through Europe. En door heel Europa heen. Until we have seen this mighty harvest come in. Totdat we deze machtige oogst zien binnenkomen. You can do it, Lord. U kunt het doen, Heer. And we want to pray. En wij willen bidden. And see it come to pass. En het zien gaan gebeuren. We thank you for what you are doing. We danken u voor wat u doet. Right here this morning. Hier deze ochtend. In our hearts. In onze harten. May this word. Mag dit woord. Never. Nooit. Be able to leave us. In staat zijn om ons te verlaten. May it resound deep in our innermost being. Mag het in ons diepste innerlijk echoen. Because we love you. Omdat we van u houden. You loved us first. U hield eerst van ons. And you laid down your life for us. En u legt uw leven neer voor ons. We want to lay down our lives for you. Wij willen ons leven neerleggen voor Let u. Let your will be done. Laat uw wil gebeuren. In Yeshua's name we pray. In Yeshua's naam bidden we u dat. Amen. 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 Before I sit down. Voordat ik ga zitten. You can sit down. You can sit down, but before I sit down. Voordat ik ga zitten. I just want to mention about the brochure that is out there in the foyer. De brochure vermelden die daar ligt. Called the Daily Bread Torah Class. En dat heet de dagelijks brood Torah. I believe this is part. Of the Back to Jerusalem movement. Ik geloof dat dit een onderdeel is van het terug naar Jeruzalem. For us to be excited about the Torah. Om voor ons om ook weer opgewonden te worden. Hallelujah. So if you want to go in this Torah class. Dus als je in deze klas wil komen. It's going to be in English. I'm sorry, we only have it in English this year. Helaas dit jaar alleen in het Engels. But many of you understand English, I think. Begrijp je heel veel van jullie het wel? And if you want to be a part of this, you take this brochure. Als je hier aan wilt deelnemen, neem deze brochure mee. And we invite you to study the Torah together. Wij nodigen je uit om samen de Torah te bestuderen. Every week. Elke week.
And also live on Zoom that you can connect with us from Jerusalem. En ook via Zoom, zodat je met ons in verbinding kan staan vanuit Jeruzalem. And you can also interact and ask us questions. En met vragen. Het is een interactief gebeuren. It's going to be every Saturday night. Elke zaterdagavond zijn. 8 o'clock Jerusalem time. I guess it's 7 here. 8 uur Jeruzalem tijd. Volgens mij 7 uur hier. I just wanted to mention that we call it the Daily Bread Torah class, and it's built on my Bible reading plan, the Daily Bread. We noemen het de dagelijkse Torah Bijbellezing en het is op dit boekje gebaseerd. I'm excited. Dagelijks brood, ja. Halleluja. Halleluja. Day and night, night and day.